De spanning is om te snijden bij beide BMX-finales van zowel de vrouwen als de mannen. In Wijchen bij fietscrossvereniging Wijcross kijken ze naar alle Gelderse toppers. Trots zijn ze op Jelle van Gorkum uit Lichtenvoorde. Hij pakt zilver. Goed gedaan, Jelle. Ja, hij moest er wel moeite doen. Het was niet gewoon even fietsen en zilver. Het was goed doortappen. Het lag eerst achteraan, dus het moest goed terugkomen. Maar hij had goed gedaan. Ja, het was echt heel spannend. Vooral de Nederlanders zaten eerst heel goed bij, maar daarna zakte Nikiman jammer genoeg wel een beetje naar achter. Ook in Laura Smulders het Horsen geloven de BMX'ers. De verwachtingen zijn hoog nadat ze op de Spelen in Londen brons won. Bovendien is Laura lid bij Wijcross in Wijchen. Maar helaas kwam Laura ten val. Alle gezichten spreken boekdelen. We beginnen dan niet helemaal goed bij de start. Probeerde terug te komen. Ja, lag vierde. Probeerde in de laatste bocht van 3 naar 4 te gaan. Ja, en ging bij die poging onderuit. En ja, helaas niet gefinished. Dus, jammer. Hoe was het om het zo te zien? Spannend, zoals elke wedstrijd, maar zeker deze. En, ja, jammer dat het dan niet lukt.